Goedenavond allemaal, mijn naam is Ul Kerriac. Ik ben spreker voor Skyworld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik ook lid van het communicatieteam. En wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie voor Nederland. Naast dit alles ben ik ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En daar kom ik later in deze presentatie op terug. We hebben te maken met vrij veel aspecten die nu gaan zijn in het milieu, opwarming van de aarde en wat het allemaal voor vreemdsoortige, nare gevolgen voor ons zou kunnen hebben. En dat is iets waar we ten dele iets aan zouden kunnen doen en ten dele hebben we daar ook geen invloed op, omdat het te maken heeft met de cyclus die onze aarde eigenlijk om zoveel jaren afgaat. Opwarming van de aarde is niet iets wat vanaf 2022 gaande is, maar dat is eigenlijk al een cyclus die zich heeft ingezet in de vorige eeuw. En sinds 1978 is er ook een persoon geweest die dat ook heeft geconstateerd. En die heeft daarbij een product weten te ontwerpen, bedacht, uitvinden. Waarvan hij eigenlijk stellig overtuigd is dat het zou kunnen werken. En inmiddels volgen vele overheden op de aarde, vele bekende personen dezelfde stelling als hem. En ze zien ook van dat idee wat hij heeft ontworpen, dat het ook wel degelijk een zeer goed idee is. En wat inderdaad de opwarming van onze aarde een klein stukje zou kunnen tegengaan. Daarnaast heeft hij ook een aantal boeken geschreven, heeft een aantal prijzen gewonnen voor het werk wat hij heeft gedaan. En zo kan ik heel veel nog meer over deze mooie persoon vertellen. Dat ga ik ook zeer zeker doen in deze presentatie, maar deze persoon die jullie nou voor je zien is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is general designer van Yunitskiy String Technologies, is ook dus de geestelijk vader, de bedenker. En op dit moment is hij samen met zijn team van engineers zijn idee nog steeds heden ten dagen vorm aan het geven. Dit is een van de eerste boeken die Anatoly Yunitskiy heeft geschreven en daarin heeft hij eigenlijk met hele simpele berekeningen ons willen meegeven hoe hij zijn idee voor zich ziet. En in de meest praktische zin ziet het er dan uit zoals we dat op zijn kaft kunnen zien, aan de linkerkant van zijn kaft wel te verstaan. Dan zien we twee gebouwen voor zover dat zichtbaar is en daartussen is een kabel gespannen en aan die kabel hangt de module van Yunitskiy String Technologies. Nou, fijn. Wil je meer weten hoe die berekeningen eraan toe gaan, dan moet ik je echt verwijzen naar dit boek. Dit boek kun je ook online vinden in een digitale versie. Mocht je een hardcover boek willen bestellen, dan is dat ook mogelijk. En dan kun je dat middels de post naar jezelf toe laten sturen. Al het werk wat Anatoly Yunitskiy heeft gedaan, dat moet natuurlijk gecertificeerd worden om ervoor te zorgen dat de concurrentie hier niet mee aan de haal kan gaan. Op het moment dat hij dat niet zou doen, dan zou ze in China bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, fantastisch idee, wij zullen het iets verbeteren en opnieuw de markt opbrengen, zodat uiteindelijk de ontwerper het nakijken ervan heeft. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dat wil Anatoly Yunitskiy zelf ook niet. Ook zijn team van engineers wil het niet. Dus alles wat hij heeft ontworpen tot heden is gecertificeerd, is gepatenteerd. Dus dat betekent dat het beveiligd is en dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. Dit zijn een aantal certificaten en patenten die hij door de jaren heen heeft weten te vergaren. En wat er dus voor zorgt dat zijn idee, Yunitskiy String Technologies en alles wat erbij komt kijken, dus niet alleen de modules die wij zien, maar ook infrastructuur, een stukje milieu waar ik later in de webinar ook op terug zal komen, is beveiligd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. Dan rijst er natuurlijk ook veelal de vraag van wat maakt nou dat Yunitskiy String Technologies in Europa nog niet zo erg zichtbaar is. Nou, dat heeft te maken met een aantal redenen en een aantal andere factoren. En om het kort uit te leggen is de Europese Unie wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. Maar Yunitskiy String Technologies is een nieuwkomer op de markt. En voor nieuwkomers in Europa is er weinig tot geen plaats. Dus wat moet Yunitskiy dan doen of waar moet ze het van hebben? Zij moeten het hebben van private investeerders die het zien zitten om dit innovatieve transportsysteem in hun eigen omgeving te implementeren. Dus wat dat betreft kunnen we onszelf in onze handen wrijven met wat de Emiraten allemaal op dit moment voor de ontwikkeling van het bedrijf doen. Want zij zien het wel degelijk. Dat wil niet zeggen dat de Europese Unie het ook niet ziet. Zij zien het. Maar goed, Europa is het continent van vele regels. En af en toe kan het er wel eens voor situaties zorgen die niet bevorderlijk zijn in de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies. Dus wat dat betreft, fantastisch dat de Emiraten het wel zien zitten en daardoor ook de ontwikkeling in vol tempo door kan gaan.
Het is niet helemaal dat de ontwikkeling of dat ontwikkeling binnen Europa van Unitsky String Technologies stil blijft zitten. Unitsky String Technologies heeft eerder dit jaar een certificaat gekregen. En dat certificaat geeft aan dat ze een bona fide bedrijf zijn, waarmee je dus wereldwijd particuliere of overheidsinstanties met een gerust hart zaken kunnen doen met het bedrijf Unitsky String Technologies. Dan is er ook nog een certificaat afgegeven dat ze inmiddels van een normaal bedrijf naar een wetenschappelijke organisatie zijn gegaan. Dus ook dat is eigenlijk weer een hele grote pre voor de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Dat ze ondanks de huidige situatie nog steeds door kunnen gaan met de fysieke ontwikkeling, zowel als de interne ontwikkeling van het bedrijf. En zo ziet Unitsky String Technologies er dan uit in levende lijven, wil ik eigenlijk zeggen. Wat we hier op de foto zien is een stringrail gemaakt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En daarbovenop zien we de module rijden van Unitsky String Technologies. Maar als we naar de foto kijken, dan zien we dat er heel veel ruimte overblijft voor de natuur. Dus in dit geval het gras wat rustig kan groeien. Als we dan kijken naar de rest van de constructie, dan zien we dat enkel er twee palen nodig zijn om een horizontale constructie te realiseren. En doordat het op het tweede niveau plaatsvindt, houden we dus veel meer ruimte over op het eerste niveau. En wat zou Unitsky String Technologies kunnen betekenen? Het is eigenlijk een kostenbesparende innovatief transportsysteem. Het is goedkoper om te reizen voor passagiers van A naar B. Het is goedkoper om te bouwen, dus voor bedrijven om dit te implementeren of te integreren in bestaande infrastructuur of infrastructuren die nog gebouwd moeten worden. Het zorgt voor beter leefklimaat voor mens en natuur. En het is eigenlijk een veel efficiëntere manier om te reizen van A naar B. De lijst is eigenlijk te lang om in deze webinar daar goed bij stil te staan. Maar al met al is het een bewezen transportsysteem wat zijn vruchten zal af gaan werpen binnen nu en niet al te lange tijd. Omdat het zorgt voor dat het eigenlijk een antwoord geeft op een hele grote vraag om de aarde een stukje minder snel op te laten warmen. En mocht je dit transportsysteem daadwerkelijk implementeren, dan zul je zien dat dit ook eigenlijk het antwoord is op een situatie waar we nu mee te maken hebben. In het verleden heeft men natuurlijk ook al geprobeerd om een transportsysteem te realiseren. Nou, een aantal transportsystemen op het tweede niveau zijn gerealiseerd. Zoals we misschien een aantal van ons kennen. In Wuppertal, Duitsland, is een systeem wat wel degelijk rijdt. En als we naar de onderste twee foto's op onze sheet kijken, dan zien we traffic jams, grote files. En deze zijn bestaande situaties in bijvoorbeeld steden als India of als Lagos, Nigeria. Daarbij moeten mensen die van de westkust naar de oostkant willen rijden, rekening houden met dat ze gemiddeld 5 uur bezig zijn om van A naar B te rijden. En dat geldt niet alleen voor een heenreis, en dat geldt ook voor een terugreis. Veelal wordt ook de vergelijking gemaakt van Unitsky String Technologies met een kabelbaansysteem. En dat is absoluut niet te vergelijken. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem. Dus dat wil zeggen dat er twee motorwielen bovenaan en beneden aan de heuvel staan. En die zorgen ervoor dat er gondels van A naar B verplaatst kunnen worden. Op het moment dat er een storing is met zo'n motorwiel, dan zullen ook de gondels niet meer verplaatst worden. En zullen passagiers ook urenlang vastzitten. En dat gebeurt nog wel met enige regelmaat. Als we dan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Anatoly Unitsky, wat wij kennen als Unitsky String Technologies of U-Sky Transport of Unitsky. De keuze is reuze, zullen we maar zeggen. Dan zien we dat het systeem van Anatoly Unitsky, wat we nu kennen, dat is een zelfbedacht systeem. Dat zijn motorwielen die zelf kunnen nadenken middels artificial intelligence, dus ook zelf een probleem kunnen oplossen. Daarbij zijn er altijd 3 extra motorwielen aan boord, dus dat betekent dat zo'n module als 1 motorwiel storing zou krijgen en niet meer zou kunnen werken, dat er nog altijd 3 andere motorwielen in staat zijn om te functioneren, dus om passagiers of goederenvervoer desondanks nog steeds op een veilige manier van A naar B te brengen. En dan hier een 2D oppervlakte van ons aarde. Want dat is altijd een heel belangrijk aspect om eigenlijk binding te krijgen en om goed helder te krijgen hoe dat er nou uitziet. Is het heel belangrijk om een visualisatie te creëren waarbij we dus kunnen zien hoe dat er dan in 2D uitziet. Ons aardoppervlak bestaat zoals we weten uit bergen en uit dalen. En op het moment dat wij willen gaan bouwen moeten wij de hele boel egaliseren. Als dat eenmaal is gedaan, dan kunnen we beginnen met een fundering erop te leggen. En in dit geval wordt het een fundering voor een spoorconstruct. En dat zien we bij de middelste foto. Dan zien we een 3-trapsraket. Dan zien we dat de onderste boel flink geëgaliseerd is. Daarna is de fundering erom,
ondergebouwd en vervolgens is er een spoorconstruct opgebouwd. Maar als je dan kijkt naar de fundering en het daadwerkelijke spoorconstruct, dan zie je dat het nog steeds 2 keer meer ruimte in beslag neemt dan eigenlijk noodzakelijk zou hoeven zijn. Want als we nu naar de derde foto gaan kijken, dan zien we verticale pilaren en in het Engels heet dat intermediate supports. En die zien we dat die verticaal zijn geplaatst, maar dat ons aardoppervlak niet volledig geëgaliseerd heeft hoeven worden. Maar dat er nog steeds eigenlijk ruimte is voor de dalen en de bergen. Het mooie van dit innovatieve transportsysteem van Unitsky is dat je de intermediate supports, oftewel de pilaren, op verschillende spanwijdtes van elkaar kunt implementeren. En op het moment dat het is gedaan, dan worden de ankersupport of de uiteindes bevestigd aan zogeheten ankersupports. En een ankersupport is een opstapstation en dat laat ik jullie ook zo zien. Maar het mooie van dit systeem is dat je de pilaren op verschillende spanwijdtes van elkaar kunt bouwen. Dus je kunt ervoor kiezen om dat op 10 meter te doen, op 50 meter. Of op, zoals we nu kennen in de Emiraten en in Wit-Rusland, op een baan van 200 meter van elkaar. En in de Emiraten wordt er nu aan de baan gewerkt waarbij de intermediate supports op een spanwijdte van 288 meter van elkaar vandaan staan. Dus dat betekent dat je nog steeds ruimtebesparing kunt toepassen op je aarde van wat je eigenlijk nodig zou hebben. Om een hele simpele verdeling te maken van 5%. En 95% hou je over om te gebruiken voor natuur of andere doeleinden. Nou, deze modules kunnen ook op het interval van 20 tot 50 seconden achter elkaar rijden. En binnen die tijdspannen zijn ze in staat om eventuele problemen te detecteren. Een heel belangrijk aspect is natuurlijk het anti-derailment system. En dat zien we in de blauwe kader van jullie sheet. Dat is het ontsporingssysteem en dat is het systeem wat onder de witte kappen zit. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want zo'n module mag niet ontsporen. Mag niet van de stringrail afgaan, want zou een ramp niet te overzien zijn. Dan zien we aan de rechterkant van jullie sheet een doorsnede van een stringrail. En daarboven zien we een bedhuis, railbedding. Dan krijgen we een omhulsel, dan krijgen we de 6 stringrails in dit geval. En dat alles wordt bij elkaar gehouden met een milieuvriendelijk opvulmateriaal. Unitsky geeft 100 jaar garantie af op het contactpunt, dus op de railbedding. Daar geven ze een garantie van 100 jaar op af. Dus mocht er in die periode iets gebeuren, dan valt dat binnen de garantie. Maar Unitsky is er dus van overtuigd dat dit 100 jaar mee kan gaan. Want dat is de andere kant van het verhaal. Hier zien we nog een aantal afbeeldingen van hoe dat er dus uitziet. Je ziet dus dat die modules achter elkaar kunnen rijden. Mocht er een probleem zijn, dan zijn ze in staat om dat te detecteren en eventueel op te lossen, zodat passagiers nog steeds op een veilige manier van A naar B kunnen reizen. En ik sprak net over een anchor support. En een anchor support is dus een opstapstation. En dat zien we dus hier op een 3D tekening. Aan de linkerkant van jullie sheet. Zien jullie hoe dat er ongeveer uitziet. Dan is er ook veelal de vraag van hoe staat het nu voor met de drone. De drone is op dit moment in ontwikkeling. En ik weet dat ik dat al een aantal weken achter elkaar aangeef. Dat hij nu een laadvermogen zou kunnen tillen van 750 kilo. De bedoeling is dat hij naar 1,5 ton gaat. Oftewel 1500 kilo. En op het moment dat dat is gerealiseerd, wordt hij gecertificeerd en zal die ook daadwerkelijk worden ingezet om de boel te bevoorraden in moeilijk bereikbare gebieden. En we hebben ook binnen Unitsky String Technologies 3 verschillende soorten stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er aanhangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij modules zowel boven als onderlangs gebruik ervan kunnen maken. Dus hoeven niet meer op elkaar te wachten. Dat kun je zelfs combineren met passagiers- en goederenvervoer. En we hebben een flexible stringrail. En het woord flexible stringrail zegt het al. Dat betekent dat het middelste punt altijd lager is dan het hoogste punt. Zoals jullie op de onderste tekening van de type doorsnees kunnen zien. En dan hebben we nog 2 originele foto's, zodat jullie een indruk kunnen krijgen hoe dat er dan in het echt uitziet. Dus dan zie je uiteindelijk hoe smal zo'n stringrail is. En door middel van staal op staal wrijving is er natuurlijk ook een van de vele methodes die bedacht is om de energie op te vangen. Door middel van staal op staal wrijving komt dus natuurlijk energie vrij en die energie kunnen ze dus opvangen. Dat gebeurt in zelfbedachte accu's. Het klinkt heel gek, maar het is allemaal milieuvriendelijk. Voor zover het milieuvriendelijk kan zijn, hebben ze ervoor gezorgd dat het allemaal ook weer tot een nulpunt te reduceren is en dat het dus ook tot een nulpunt af te breken is. Maar de stringrail kan ook op verschillende manieren worden gebruikt. Dat wil zeggen dat het dus overheen wordt gereden door de modules. Dus die wekken energie op. Onophoudelijke cyclus is dat. Maar ze kunnen ook de stringrail integreren met zonnepanelen. Dus dat
Het zou dus betekenen dat bijvoorbeeld in Nederland de zonnepanelen niet meer op daken hoeven te liggen van huizen, maar dat ze dus efficiënt worden geïntegreerd in de verschillende types stringrails. De aerodynamica is een heel belangrijk aspect van de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Je kunt natuurlijk niet een module ontwerpen die eruit ziet als een blokkendoos en daarvan zeggen van nou dat is heel aerodynamisch, dat is een fantastisch product, dat gaat niet. Dat zal natuurlijk altijd voor problemen gaan zorgen. Dus wat hebben ze gedaan? We zien hier een doorsnede van de U-Flash, dat is de High Speed Unibus. En die hebben ze zo ontworpen dat de luchtcirculatie zowel voor als achterlangs tot een nulpunt wordt gereduceerd. En dat betekent dus dat ze ook eigenlijk voor achterliggende of achteropvolgende modules niet zorgen dat die andere modules extra energie moeten aanboren om op hun snelheid te blijven. Maar dat de windcirculatie dus tot een nulpunt er is. En er dus ook geen vibraties ontstaan voor andere modules die eventueel voorbij komen rijden of erachteraan rijden. Op dit moment is het zo dat de U-Flash wordt getest. Hij is nagenoeg compleet gecertificeerd, alleen heeft hij een testbaan nodig van 25 kilometer om volledig te worden gecertificeerd. Die testbaan van 25 kilometer is er nog niet. 10 kilometer heeft hij nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer heeft hij nodig om te blijven op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Er zijn op dit moment voorbereidingen gaande in Wit-Rusland en in de Emiraten, maar het is nog even afwachten waar de eerste baan daadwerkelijk wordt gebouwd. Op het moment dat de baan daadwerkelijk wordt gebouwd, dan zal deze High Speed Unibus of de U-Flash ook door het certificeringsproces heen komen en zal dat ook gevolgen hebben voor het ontwikkelingsplan waar we nu in zitten. En dat zou dus kunnen inhouden dat we van stage 14.2, waar we nu in zitten, dat we dan zouden door kunnen gaan naar stage 15. En dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behoudens de U-Flash, want die kan 500 km per uur. We beginnen van linksboven en dan beginnen we met de Uniwind, en dat is een lichtgewicht module. Deze biedt plaats aan 2 personen. Dan krijgen we de Unibike, dat is ook een lichtgewicht module. Deze biedt plaats aan 2 tot 3 personen, afhankelijk van de gewenste configuratie. Het mooie van deze module is dat het eerste geteste en gecertificeerde model is van Unitsky String Technologies. En dat is einde 2016 gebeurd. Dan krijgen we de Unicar U4 431T1 en we hebben de T3. Compleet identiek, alleen dat de T3 plaats biedt aan 18 personen en de T1 plaats biedt aan 6 personen. Deze modules zijn dus ook gewoon eigenlijk in gewenste configuratie beschikbaar. Dus mochten er klanten zijn die een compartiment extra ertussen willen hebben zitten, dan is dat ook mogelijk. Datzelfde geldt dus ook voor de Unibus U4210. De enkele versie biedt plaats aan 12 tot 14 personen en zo loopt dat op. Nou, uiteraard zul je hem aankomen of hem aanvoelen dat hetzelfde ook geldt voor de Unibus U4220D2. In de enkele versie is er plaats voor 25 personen. De dubbele versie is er plaats voor 48 personen. En in de driedubbele versie is er plaats voor 64 personen. En waarom heet deze Unibus bijvoorbeeld de U4220D2? Dit is een B-Rail module. Dat betekent dat hij, en daar zal ik zo ook een foto met jullie van delen, dat hij aan twee kanten op de stringrail hangt. Nou, dan krijgen we ook de High Speed Unibus. In deze configuratie is plaats voor 6 personen, topsnelheid 500 km per uur. Unitsky String Technology zit in de ontwikkeling niet stil, al zullen velen van ons denken dat het wel zo is, maar ze zitten natuurlijk niet stil. In 2019 is er een module gepresenteerd en dat was toen de Unilight. En de Unilight is het voorportaal geweest voor de nieuwe module die we nu zien. Dat is een module voor 25 personen. En deze module zal binnen nu al niet al te lange tijd ook daadwerkelijk worden getest in Wit-Rusland en in de Emiraten. En dit is de vijfde generatie modules van Anatoly Unitsky die samen met zijn team van engineers heeft ontworpen. Ook het vrachtvervoer zit natuurlijk niet stil. Door de huidige pandemie is de vraag eigenlijk terechtgekomen, meer terechtgekomen moet ik zeggen, bij het goederenvervoer. En als we wereldwijd gaan kijken, dan zien we dat de bewegingen van het verplaatsen van passagiers of goederenvervoer, zien we dat het goederenvervoer eigenlijk vele malen groter is dan het passagiersvervoer. Dus wat heeft Unitsky gedaan? Die heeft samen met een team van engineers
door Unicont ontworpen. En de Unicont zal binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk worden getest. De Unitruck is er, module die is er al. Die wordt ook al getest op het Eco-Technopark in Midden-Rusland. En de Unitrans is een grote lopende band. En hetzelfde geldt daarvoor. Die wordt ook al getest op het Eco-Technopark in Midden-Rusland. Nou, dit alles gebeurt natuurlijk door een team van enthousiaste engineers. En Anatoly Yunitskiy heeft onlangs, nu al bijna 2 jaar, een nieuw kantoorpand betreden, omdat ze eigenlijk langzamerhand uit hun voegen aan het barsten zijn. Wij zien eigenlijk 5% van wat er gebeurt in de ontwikkeling van het bedrijf, maar 95% wat er achter de schermen plaatsvindt, die krijgen wij niet mee. Maar doordat je ziet dat ze dus een nieuw kantoorpand hebben moeten aankopen, zie je dus dat de ontwikkeling achter de schermen vele malen groter en dat ze al vele malen verder zijn als wat wij kunnen zien. Als het eenmaal is ontworpen door de knappe koppen, moet het natuurlijk ook in elkaar worden gezet door de handige handjes. En dat gebeurt in deze fabriek. En deze fabriek was oorspronkelijk een kleinere fabriek, maar inmiddels hebben ze er een hal aangebouwd, omdat de vraag achter de schermen, zoals ik net ook al aangaf, die is vele malen meer dan dat wij ons kunnen realiseren. Wij kijken maar naar een heel klein stukje. Daar hebben wij natuurlijk een mening over, daar vinden we van alles van. Maar uiteindelijk zijn het wel de engineers, zowel digitaal als fysiek, die het in elkaar moeten zetten. En op het moment dat het in elkaar is gezet, moet het getest worden op het Eco-Technopark in Wit-Rusland. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar er wordt ook ondertussen opnieuw iets ontworpen. Er worden ideeën bedacht, ontworpen en als het eenmaal is uitgedokterd, wordt dat getest. En dan zul je natuurlijk altijd zien dat er weer een betere, verbeterde versie van een bestaand idee is ontworpen. Dus het is niet zo dat ze daar niks doen, totaal niet. Ze bedenken daar, ze vinden daar uit en ze kijken gewoon wat is het beste om straks op een manier de markt te betreden die beslagen ten ijs is, zodat je eigenlijk niks meer hoeft te doen, zodat je een product hebt wat klaar is, waar alle kinderziektes uit zijn. Nou, dit testen gebeurt natuurlijk op het Eco-Technopark, zoals ik op mijn vorige sheet ook al, of bij mijn vorige sheet ook al aangaf. En dat is een voormalig militair tankterrein. Dat militaire tankterrein, dat hebben ze gekregen. En inmiddels heeft Yunitskiy met zijn team van engineers en eigenlijk iedereen die achter de schermen werkt, zoals mensen in de bio-industrie. Ze hebben daar een florerend, ecologisch, zelfvoorzienend testpark van gemaakt. Dus wij kijken naar aan de linkerkant naar een foto. Daar staan 6 testlijnen. Lijn 7 en 8 zijn in aanbouw. Daar worden ecologisch gewassen geteeld. Zonder bestrijdingsmethodes of producten. Daar staan ecohuizen met speciaal glas. Wat in de zomer de warmte buiten houdt en de koelte binnen. En in de winter vice versa. En dus volledig CO2 neutraal, ook zelfvoorzienend. En aan de achterkant heeft Anatoly Yunitskiy bij de waterpartij, voor zover dat op deze sheet een beetje zichtbaar is, dat is een beetje rechtsboven, daar is een heel groot ecologisch vakantiepark verrezen. En daar kunnen mensen op ecologische wijze recreëren, maar tegelijkertijd is het voor Anatoly Yunitskiy een manier om zijn product daadwerkelijk in de praktijk uit te testen. Dus dat is een win-win situatie, dus al met al gaan de ontwikkelingen van het bedrijf goed. Nou, zoals ik net al aangaf, er zijn heel veel partijen die wel degelijk interesse hebben. Wij in Europa hebben te maken met kwakkelwinters en kwakkelzomers. Al moet ik nu zeggen dat we een goede zomer hebben. Het is een aantal weken achter elkaar een beetje warm. Maar bijvoorbeeld in Azië hebben ze te maken met moezonregens. Dat zijn onophoudelijke regenbuien die dagenlang door kunnen gaan. Stel nou dat de Yunitskiy daar een commercieel traject zou willen implementeren, dan moeten ze natuurlijk wel iets hebben wat daadwerkelijk getest is. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een model daadwerkelijk onder de douche gezet en hebben ze gekeken, blijft het passagierscompartiment droog? Nou, dat is droog gebleven. Blijft het compartiment waar de motorwielen en de technologie in bivakkeren, blijft dat droog? En dat is ook droog gebleven. Dus deze module is weer door een extern bedrijf gecertificeerd. Dus dat betekent dat deze modules klaar zijn om de commerciële markt te betreden. Dus mocht er een order komen vanuit Vietnam, dan kunnen ze die ook beantwoorden. Nou, datzelfde geldt natuurlijk in winterse omstandigheden. Wij hebben kwakkelwinters, maar in Rusland, Wit-Rusland, een beetje in het oostblok van Europa, daar hebben ze te maken met strengere winters. Dus wat doen ze? Ze testen zowel de stringrail in zomerse gebieden, maar ook in winterse omstandigheden. Er wordt ook gebouwd in winterse omstandigheden. Dus ze kunnen eigenlijk binnen de 4 seizoenen, voor zover je daarover zou kunnen spreken, kunnen ze eigenlijk op alle continenten, in alle weersomstandigheden, op welk termijn dan ook, zouden ze kunnen bouwen om een commercieel traject eventueel te implementeren. In de afgelopen
huidige 2 jaren dat het Ecotechnopark niet open is geweest voor het Ecofest, hebben ze daar natuurlijk wel verschillende aspecten verbeterd. Zo hebben ze de stringrail, de dubbele stringrail moet ik zeggen, hebben ze aangepast, zogeheten isolatoren aangebracht, ook speciale stukjes voor de energie ertussen geïntegreerd. De A en B kant hebben ze natuurlijk nog beter van elkaar weten te scheiden, omdat dat natuurlijk heel belangrijk is, want zo'n stringrail staat onder spanning. En het mooie hiervan is, je komt er niet bij, dus ook mensen die bijvoorbeeld suicidale klachten hebben, die het niet meer zien zitten. En helaas, dat hebben we af en toe, die mensen onder ons. Maar die kunnen zichzelf ook bij dit type vervoer niet verwonden. Ze kunnen zichzelf niks aandoen. Dit is zo innovatief dat de modules zijn gerust met artificial intelligence, maar dat ook de stringrail zo is uitgetest, dat daar niks mee gedaan kan worden. Het is op het tweede niveau, dus het is ook nog eens een keer hoger dan dat ze erbij kunnen. En dit is de achtste baan die op dit moment in aanbouw is. En als je goed hebt gekeken, heb je dat ook op vorige foto's enigszins kunnen zien. Maar we zien hier de contouren van een tweede, of tenminste de achtste baan die in aanbouw is. En binnen nu al niet al te lange tijd wordt ook de stringrail hiervan gespannen. En zullen de testen worden opgestart om ook weer een nieuwe soort type stringrail weer eigenlijk klaar te maken voor commerciële trajecten. En dit is een bestaande foto die is genomen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En ik sprak net over de Unibus U422T2, oftewel de B-Rail Unibus. En als we kijken naar de stringrail, dan zie je dat deze B-Rail Unibus, het woord zegt het al, B-Rail, maakt gebruik van de dubbele kant, dus hangt aan twee kanten. Bovenop zien we de U-Flash, en dat is de module die 500 km per uur kan. Hij rijdt al kleine stukjes, maar goed, nog niet de gewenste 500 km per uur topsnelheid. Het geluid is ook een zeer belangrijk aspect. Alle modules hebben ongeveer een maximaal decibelcapaciteit, of wat ze produceren, van 85 decibel. Dus dat betekent dat het heel zacht is. Ik sprak zelf een ondernemer en die zei van, goh, deze modules maken dus minder lawaai dan mijn attributen hier in de fabriekshal. Ik zei, ja, dat is zeer correct. Die was zeer gecharmeerd van de ontwikkeling en... Goed, zoals we zelf ook weten, zijn Nederlanders zeer sceptisch af en toe. Maar op het moment dat een ondernemer die zich bevindt in de installatietechniek tegen mij zegt, en dat is een persoonlijk verhaal, maar wel, wat ik wel even leuk vind om met jullie te delen. Ik zou deze pilaren intermediate supports heel graag willen maken. Weet ik voor mezelf dat het wel degelijk een product is, wat misschien door mensen niet altijd wordt gezien als heel fantastisch om in te participeren, want dat mag, iedereen is er vrij in. Maar dat wordt wel gezien als zijnde van, ja, dit is wel degelijk een innovatieve oplossing, die een heel groot potentieel heeft. Dus ja, deze ondernemer was er zeer over te spreken, ook zeer over te spreken over de technologische aspecten, en zeer te spreken over het aantal decibellen wat ze produceren aan geluid. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook tal van samenwerkingen. En een van de meer bekende samenwerkingen, is met het Belgische bedrijf Bekaert. Nou, dan zullen mensen nu denken van, ja, maar er zijn sancties, hoe zit dat? Nou, door de situatie dat Unitsky een dependance heeft in de Emiraten, onder de noemer van Used Car Transport, worden een aantal sancties omzeild. Dus dat betekent dat ze wel degelijk mogen leveren aan de Emiraten. Maar de Emiraten op haar beurt hebben geen sancties. Dus die kunnen weer leveren aan Wit-Rusland. Dus dat betekent dat het een omweg heeft, maar dat de bevoorrading en alle toeleveringen niet in het gedrang komen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingen van de commerciële trajecten en ook de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Daarnaast hebben ze ook nog een aantal samenwerkingen met andere toeleveringsbedrijven, ook op het gebied van staal. Daarnaast zijn er nog een aantal digitale bedrijven die producten hebben geleverd, zoals het Chinese bedrijf Lenovo. Dan is er ook nog het Franse bedrijf, en dat heb ik hier niet in de presentatie, Dassault Systèmes, en die hebben ook 3D-rekenmodules geleverd. Dus Unitsky String Technologies wordt eigenlijk al door de grote spelers op aarde bevoorraad en ondersteund. Dus het geeft enkel aan dat we hier te maken hebben met een serieuze speler die de markt zou gaan betreden. En dan gaan we van Europa naar de Emiraten, waar het eigenlijk veelal te doen is. Used Car Transport staat op het terrein van het Sharjah Research and Technology Center. En wat is het Sharjah Research and Technology Center? Dat is eigenlijk één grote verbindinghub voor start-ups. En wat doet dat center? Die brengt eigenlijk overheden in contact met de start-ups. Dus in dit geval met Unitsky String Technologies. En die brengt enkel de twee samen.
Dus het is eigenlijk een soort verbindingsmechanisme. Daarnaast is het Sharia Research and Technology Center ook onderdeel van de University of America. Dat is een internationale universiteit. Werkt ook weer samen met universiteiten zoals Boston in Amerika en die in Engeland wereldwijd. Dus het is een aaneenschakeling van goede connecties die Unitsky String Technologies nodig heeft. En dat zul je ook zo meteen zien in het verloop van de presentatie. Maar hoe gaat het er dan uitzien? Want dat is ook een heel belangrijk aspect. Unitsky heeft daar een terrein gekregen van ongeveer 28 hectare groot. En daar zijn ze op gaan bouwen. Wat hebben ze daar op gebouwd? De eerste 400 meter lijn is af. En reeds operationeel. Volledig gecertificeerd overigens. Dan zijn ze nu aan het bouwen de 2 keer 2,5 kilometer lijnen. En het houten ecohuis. Dat zijn de gebouwen die inmiddels af is. Ook nog wat kleine andere infrastructuur. Maar dit zijn de gebouwen die af zijn. En het houten ecohuis is overigens het enigste houten huis in de hele Emiraten. Dus dat is ook een heel mooi leuk detail om te delen. En als we dan kijken naar de foto's, zien we aan de linkerkant een 3D-tekening. En dat is ongeveer hoe het eruit gaat zien. Hoe het straks dus uit zal zien. En dat zal binnen nu al niet al te lange tijd ook daadwerkelijk zo zijn. En dit is de eerste 400 meter lijn die inmiddels af is. Deze is operationeel gegaan einde 2019 onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah. De Sheikh van Sharjah ondersteunt dit project ook persoonlijk. Is ook persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van Anatoly Unitsky met Unitsky String Technologies. Dus dat geeft aan hoe serieus dit project eigenlijk wordt genomen. En de 400 meter lijn was voor degenen die al iets langer betrokken zijn bij dit mooie project, was er destijds ooit een 3D-tekening. Maar we zitten inmiddels in 2022 en het is een bestaande lijn. We zien een echte foto. Er wordt op dit moment zowel getest op goederen als op passagiersvervoer. Velen van ons zullen denken, ja, maar dat is een kleine container, wat doet dat nou? Alle modules van Unitsky String Technologies in de testfase worden 5-6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de berekeningen ook daadwerkelijk kloppen. Dat de stringrail ook gewoon volledig op spanning kan blijven. Dat hij niet zou knappen op het moment dat er een commercieel traject zou zijn en dat de eerste passagiers er ook daadwerkelijk mee rijden. Dus er wordt er nu zowel getest op passagiers als op goederenvervoer op de lijn van 400 meter. En hetzelfde zal straks gelden voor de 2,5 kilometer lijn. Die zullen ook straks worden gebruikt door passagiers en goederenmodules. En wat gebeurt er nu als er een ramp zou zijn? Als de module niet meer van zijn plaats af kan komen en dat er ook geen andere module in de buurt is om het probleem op te lossen. Dan is er altijd nog een plan C, D, E, F moet ik zeggen. En nu zien we dat er een van de werknemers van het bedrijf de modules verlaten op een veilige manier via een kabelsysteem, via een lier. En ze ook op die manier toch op de grond terecht kunnen komen en daardoor toch de module veilig kunnen verlaten. Nou, ook in de Emiraten heeft Unitsky String Technologies tal van certificaten. En dit zijn de meest belangrijke, waarvan ik zelf het idee heb dat ze belangrijk zijn. Maar ook als je internationaal gaat kijken, zijn ze dus ook belangrijk. En dat is, dit is een certificaat wat is afgegeven door ISO. En ISO is een internationaal gerenommeerde organisatie. En die geven certificaten af. En deze certificaten, die kun je niet kopen door middel van heel veel geld in te leggen. Die moet je verdienen door middel van hele zware audits te ondergaan. Maar goed, Unitsky heeft dat certificaat gekregen, dus dat betekent dat zijn bedrijf goed is, maar dat ook zijn stringrail volledig gecertificeerd in de Emiraten is. Dat ook de organisatie of management lagen volledig gecertificeerd is en dus ook volledig op orde is, dus ook geen misstanden in te vinden zijn. Maar dat betekent uiteindelijk ook dat ze het certificaat hebben gekregen, ook in de Emiraten, dat ze een wetenschappelijke organisatie zijn. En dit is dan de 2,5 kilometer lange lijn die nu in aanbouw is. En we zien hier het opstapstation. En als we goed kijken, dan zien we dat de eerste meters van de stringrail al gespannen zijn. Die zijn dus ook gespannen. En dat is een best wel interessant proces om dat te volgen. Maar je ziet de stellages en nu wordt de stringrail, dus wat ik net aangaf, gespannen tot de eerste intermediate support. En daarna wordt hij weer gespannen van de ene intermediate support naar de andere intermediate support. Dus op een spanwijdte van 288 meter. En om het een beetje gedetailleerder te maken. Deze stations, die staan
De een staat bij het Houten Ecohuis en de ander staat bij het hoofdkantoor van het Sharia Research and Technology Center. Dus dat betekent dat hij direct in het zicht staat. Op het moment dat je zou aanvliegen op de internationale luchthaven van Sharjah, zul je ook de lijn van 2,5 kilometer zien, daadwerkelijk ook kunnen zien vanuit het vliegtuig. Ja. Janitski heeft het een aantal weken zelf gecontroleerd, heeft de enkelsupport zelf bekeken of alles goed is. Nou goed, we kunnen inmiddels stellen dat het goed is, want op de vorige foto zagen jullie de aanleg van de stringrail. Dus al met al zie je dat de ontwikkeling ook goed gaat. En wat hebben ze nu gedaan? Inmiddels is de expo alweer een aantal maanden voorbij en hebben dat ook achter ons gelaten. Maar de expo was een heel groot succes. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een maquette ontworpen om mensen eigenlijk een kijkje te geven wat het idee is van Junitsky Shrink Technologies. Wat is het idee van Anatoly Junitsky? Hoe ziet hij het? Wat denkt hij? Nou goed, het is een engineer, dus wat hij denkt is altijd heel moeilijk om daarin te komen. Maar het wordt altijd wel een beetje tastbaarder op het moment dat je een visualisatie zou kunnen maken. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Deze maquette is ongeveer 11 tot 15 meter lang, 3 meter hoog. En de mensen die de expo hebben bezocht, hadden de mogelijkheid om middels de stand van Wit-Rusland eerst een videopresentatie bij te wonen. En als ze meer zouden willen zien, konden ze met de bus van Dubai naar Sharjah. En daar konden ze een ervaring krijgen op het testpark in Sharjah. Dus die hebben daar deze maquette gezien. Alle modules werken overigens, dus het rijdt ook daadwerkelijk. En als eindervaring kon ze een rit krijgen met de module over de testbaan van 400 meter. En dan de toekomst in Dubai, hoe staat het er nu voor? Nou, het is zo dat de autoriteiten van Dubai hebben enkele jaren geleden een vraag uitgezet. Die vraag is beantwoord door een x-aantal bedrijven. Junitsky String Technologies is een van de bedrijven die hebben ingetekend op die vraag. Nou, wie zijn dan de andere bedrijven, voor zover dat van belang is, waarvan ik denk wel dat het goed is om te delen? Dat zijn het Engelse Beamcar, het Chinese Zhongteng Airtrain. En het Amerikaanse bedrijf Skytrain. Nou, dat zijn allemaal concepten, behalve dat Zhongteng Airtrain ook al daadwerkelijk een testbaan heeft. Maar Zhongteng Airtrain is eigenlijk een module die niet innovatief is, die ook niet in staat is wat Junitsky String Technologies zou wel kunnen betekenen. Daarnaast heeft Junitsky String Technologies de grote grote voorsprong dat zij al daadwerkelijk een testbaan hebben in de Emiraten. Maar goed, je moet als overheid zo'n vraag altijd openbaar zetten, zodat je niet beticht kan worden van vriendjespolitiek of onder de tafel strategie. Dus Anatoly Junitsky heeft ook meermaals herhaald dat ze er heel goed voor staan en dat ze hopen dat ze uiteindelijk dit bid ook zullen gaan winnen. Het is overigens wel zo dat de autoriteiten van Dubai binnen nu en niet al te lange tijd ook daar een besluit over gaan maken. Mijn persoonlijke idee, voor zover dat de Alsmede toe doet, als je nu kijkt naar wat er wordt gedeeld vanuit de RTA, dan zie je nog steeds dat de RTA nog steeds visualisaties deelt van Junitsky String Technologies en niet van alle andere genoemde bedrijven. Als ik het kort samenvat, dan is het transportsysteem CO2-neutraal, milieuvriendelijk, zorgt voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. En zo kan ik de lijst groter maken. Wil je meer informatie hierover vinden, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie over vinden. Kun je alles ook teruglezen. Maar goed, de meeste van ons kennen die website, want dat is ook de plek waar ons persoonlijk account zich bevindt. En dan gaan we naar de updates. Nou, eigenlijk is het nog steeds een komen en gaan van nieuwsberichten wereldwijd. Over alle continenten is inmiddels reeds verslag gedaan van het bestaan van Junitsky String Technologies. En dat alles is in een stroomversnelling gekomen door mail dat CNN een aanvraag heeft gedaan om een bericht te mogen maken, of een reportage te mogen maken op het testpark in de Emiraten. Toen Junitsky String Technologies in 2014 daadwerkelijk zijn idee begon te lanceren, en wat wij nu inmiddels kennen, middels de crowdfunding, en wat een aantal van ons ook warm heeft ondersteund en nog steeds een warm hart toedragen, waren de meeste reacties van overheden en mensen negatief. Maar inmiddels is het zo dat diezelfde overheden die negatief zijn geweest terugkomen op eerder gedane uitspraken en dat ze inmiddels nu ook aangeven dat het innovatieve transportsysteem van Junitsky String Technologies of U-Sky Transport, dat het het meest innovatieve systeem is wat ze zich zouden kunnen bedenken en dat het wel degelijk een antwoord is op de huidige bestaande vraag van onze opwarming van de aarde. Dus het is
aan de ene kant zie je dat ze van negatief naar positief raken. En aan de andere kant zie je dus dat ze wel degelijk inzien dat dit het meest innovatieve transportsysteem is wat ze zich zouden kunnen wensen en wat ze zouden kunnen implementeren. Koning Letzi III is koning van Lesotho. En dit is natuurlijk, dat blijft natuurlijk uiteindelijk een heel leuk verhaal. Voor jullie is het gewoon een sheet met twee foto's, maar het is een persoonlijk verhaal. Wat daadwerkelijk is gebeurd. Deze persoon heeft een bezoek gebracht aan het Sharia Research and Technology Center. Dus ook een bezoek gebracht aan het Used Car Transport Center. Maar dat heeft plaatsgevonden op dezelfde dag als dat ik met mijn collega's de kans heb gekregen om af te reizen naar de Emiraten. Wij zagen dit voor onze ogen gebeuren. Wij herkennen deze persoon niet. Maar we moesten wel even plaatsmaken. Mochten ook geen foto's maken, geen video's maken. Dat was strikt verboden. Maar nadien werd ons duidelijk dat deze persoon, wat voor ons dus een gewone voorbijganger was, maar dat het dus koning Letzi III van het koninkrijk Lesotho is. En Lesotho is een land in Afrika wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika. En wat wil Lesotho? Lesotho wil eigenlijk een baan hebben of een lijn creëren van hun hoofdstad naar de havenstad Durban, zodat ze minder afhankelijk zijn van slecht begaanbare wegen, zodat ze ook veel efficiënter goederen van A naar B kunnen verplaatsen. Nou, dat is natuurlijk na afloop is dat besproken. Maar wat zie je? Dat niet alleen Lesotho heel veel interesse heeft, maar dat ook Rwanda interesse heeft. En ook Rwanda is, is eigenlijk een verhaal met een aanloop. Want eind oktober heeft Emmanuel Hategega, de ambassadeur van Rwanda, een bezoek gebracht aan het Used Car Transport Center in Emiraten. En die is zo enthousiast geraakt dat hij nadien nog terug is gekomen met de verantwoordelijke voor de ontwikkeling van Rwanda, Claire Akanji, als ik het goed uitspreek. En die is er teruggekomen met haar. En zij is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met innovaties in Rwanda. En zij hebben dat samen bekeken en zij zijn samen zo enthousiast geraakt dat ze uiteindelijk hebben gekeken voor een lijn in Rwanda. En dat is een lijn van 2,5 kilometer van de internationale luchthaven Kigali naar een andere lokale luchthaven. En zij zijn nu aan het kijken van welke modules kunnen we hierbij gebruiken. Welke zou het beste zijn? Nou, de keuze is op dit moment tussen de Unica U4 431-01, dat is een speciale versie voor tropisch klimaat, of voor de Unilight. En die hebben we ook inmiddels op een foto gezien aan het begin van mijn presentatie. Dus hier hebben we te maken met de eerste voorbereidingen voor een commercieel traject in Rwanda. Daarnaast is het een komen en een gaan van overheidsdelegaties, bedrijfsdelegaties. Mensen blijven komen. Ik probeer eigenlijk altijd iedere keer dat bij te houden. Maar dat is onbegonnen werk. Ook een delegatie uit India heeft onlangs een bezoek gebracht. Ook in India zijn de gesprekken weer opgepakt. Dus ook vanuit India zullen we binnen nu en niet al te lange tijd best wel wat kunnen verwachten. Het zijn overigens allemaal landen die staan te springen om zo'n innovatieve transportsysteem als wat wij nu voor ons ogen zien. Nou, niet alleen in de Emiraten gebeurt er heel veel, maar ook in Wit-Rusland gebeurt er nog steeds heel veel. Dus niet denken dat er in Wit-Rusland een park staat wat daar staat te verbieteren. Wel degelijk niet. Het grootste telecombedrijf van Wit-Rusland heeft het park onlangs bezocht en is daar komen kijken. Nou, en in de Emiraten is wat ik net al aangaf van komen en gaan van overheidsdelegaties, bedrijfsdelegaties uit de regio, maar ook internationaal. Daarnaast is er ook in Wit-Rusland een gerenommeerd CEO van een bedrijf geweest, wat een bezoek heeft gebracht aan Ecotechnopark en daar ook zeer enthousiast over is geweest. Dus voor ons zijn het misschien mensen die poseren met zo'n module, maar ook achter de schermen zijn het samenwerkingen die ontstaan, zijn het kat uit de boom kijk situaties die langzamerhand worden beklonken met vruchtbare samenwerking, zodat ze uiteindelijk straks beslagen ten ijs, wat ik al meermalen heb herhaald, de commerciële markt kunnen betreden. Ja, datzelfde geldt voor andere situaties. Andere bedrijven, de ene universiteit naar de andere universiteit komt kijken. En
studenten studeren ook af op producten van Unitsky String Technologies, dus kunnen daar ook op promoveren. Nou, we zien hier ook dat het een studenten is gelukt. Ze staat met de verantwoordelijke voor Used Car Transport op de foto, heet het certificaat. En aan de rechterkant zien we ook weer een delegatie van een grote groep studenten die het testpark in de Emiraten heeft bezocht. Nou, dit is ook nog een leuk mediabericht om te delen. Heel veel van ons kennen de Hyperloop. We zijn ook altijd wel geïnteresseerd in de ontwikkeling van de Hyperloop. Maar de Hyperloop is een systeem wat best wel log is, maar wat ook niet rendabel is. En wat heeft Hyperloop nu gezegd? Wij stoppen met de ontwikkeling van het passagiersgedeelte en wij gaan ons focussen op het goederenvervoer. Nou, geen probleem, er is plaats genoeg op de wereld voor bedrijven met een goed idee. Maar goed, dat zij de ontwikkeling op het gebied van passagiersvervoer hebben moeten doen staken, is eigenlijk een grote overwinning voor Unitsky String Technologies. Zij zijn klaar, ze hebben alle modules op orde. Het is heel simpel gezegd, ons menselijk lichaam kan niet tegen snelheden van 1000 km/u in een vacuüm gezogen buis. Dat werkt niet. En dit is wat we hier zien, ook de voorbereidingen voor een potentieel commercieel traject in Vietnam. Vietnam is eigenlijk op dit moment een van de motoren van Unitsky String Technologies in de crowdfunding. Daar zijn heel veel mensen enthousiast. De economie van Vietnam draait natuurlijk ook heel goed. Maar wat zijn ze nu gaan doen? Ze zijn ook gaan kijken, zijn er mogelijkheden voor een commercieel traject van 3 kilometer in een eigenlijk boeddhistisch tempelgebied, zodat we toeristen eigenlijk alle pracht en praal op een hele milieuvriendelijke manier kunnen laten zien. Nou, die voorbereidingen zijn dus in volle gang. SkyWorld Community heeft met Vladimir Maslov, die enkele weken geleden zijn pensioen heeft aangekondigd, maar die achter de schermen ongetwijfeld heel nauw betrokken zal blijven met de ontwikkeling van Unitsky String Technologies, hebben zij een entiteit opgericht in de vorm van Via Transnet. En Via Transnet zal de honneurs waarnemen voor de ontwikkeling van Unitsky String Technologies en commerciële trajecten in Zuidoost-Azië. Dus we kunnen binnenkort heel veel mooie nieuws gaan verwachten. Dus wel degelijk zien jullie hier de eerste commerciële trajecten worden geboren. En ik snap dat een hele hoop mensen het liefst willen zien van dat land heeft het officieel aangekondigd en dat land heeft het officieel aangekondigd. Maar eigenlijk in bedrijven met deze grote vorm van of deze vorm van grootte is het eigenlijk dat je het stapsgewijs voor je ogen ziet gebeuren. Dus al met al positieve gebeurtenissen. Zoals ik net al aangaf, studeert de ene student naar de andere student af op producten van Unitsky String Technologies en die promoveren ook. Ook Shaya is heel erg nauw betrokken bij de ontwikkeling. Zij overwegen ook daadwerkelijk commerciële trajecten in het Emiraat Sharjah te implementeren. En ook daar zullen we binnen nu en niet al te lange tijd ook officiële berichten van naar buiten brengen. Zodra die beschikbaar worden gesteld door de officiële kanalen. Ondanks alles, en dit is een iets ouder bericht, maar ondanks alles de huidige oorlog, de huidige situatie in de Oekraïne, kan de ontwikkeling van Unitsky String Technologies, zowel fysiek als intern, gewoon doorgang vinden. De toeleveringsfabrikanten leveren nog steeds hun materialen, dus al met al is er geen enkel probleem. Natuurlijk zullen we wat vertragingen hebben, ook wij hebben daarmee te maken. Unitsky String Technologies is een bedrijf en ook zij zullen heus wel wat vertragingen ondervinden door tekorten van grondstoffen, maar dat is een wereldwijd probleem. En dit is hoe een commercieel traject eigenlijk in stand wordt gebracht. Nou, hoe lang zou het ongeveer duren? Nou, gemiddeld 12 tot 24 maanden. En wat gebeurt er dan in de tussenliggende periode? Nou, we hebben te maken met de eerste contracten, visualisatiestudies. Kijken of het mogelijk is. En je ziet eigenlijk in de trapvorm hoe dat er dan uitziet. Nou, en wat we misschien ook al hebben gezien is dat Oleg Seretsky, en dat is ook een iets ouder bericht, maar dat kun je terugvinden op internet. Hij is de CEO voor Used Car Transport in de Emiraten. En hij heeft aangegeven dat als alles volgens planning verloopt, dan zullen einde 2023 de eerste commerciële trajecten ook daadwerkelijk operationeel zijn. Dit heeft hij meermaals herhaald in verschillende interviews. Dit kun je ook terugvinden op het internet.
Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdvoHunter. En wat houdt dat in? Ik maak visualisaties met de applicatie AdvoHunter om mensen mee te nemen in het proces van Unitsky String Technologies. Dus ze kunnen mensen zijn die daadwerkelijk een commercieel traject willen hebben in hun eigen omgeving. Of participanten die hebben geparticipeerd middels de crowdfunding, om ze toch aan te laten zien hoe dat er zich uit zou kunnen laten zien in de eigen omgeving. Augmented reality is eigenlijk een digitale laag die je legt over een bestaande laag. Dus dat wil zeggen dat de modules die we nu op een foto zien, die rijden ook daadwerkelijk op mijn scherm in mijn smartphone. Maar het is digitaal. Maar ik kan jullie daardoor wel hele mooie visualisaties, althans ik vind ze heel mooi, maar hele goede visualisaties meegeven, zodat jullie daadwerkelijk ook een idee kunnen krijgen hoe zich dat eruit ziet in een bestaande omgeving. Want we kunnen wel participeren, maar veelal is het wel zo dat we het moeten doen met foto's die vrij worden gegeven en die zijn gemaakt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland of op het testpark in de Emiraten, of het zijn 3D visualisaties. Maar door middel van AdvoHunter en Augmented Reality kun jij jezelf ook een hele goede indruk verschaffen en dit kun je ook delen met je eigen omgeving. Ik zit hier niet om de applicatie te verkopen, totaal niet. Maar mocht je enthousiast zijn geraakt, dan kun je deze vinden in je eigen Play Store of in de Apple Store op je smartphone. En dit is ook nog een heel leuk bericht om te delen. De ontwikkeling staat niet stil. Unitsky is naar Abu Dhabi afgereisd om daar te praten met de regering van Abu Dhabi om te kijken naar de mogelijkheden voor 3 commerciële trajecten in het emiraat Abu Dhabi. Nou kan ik jullie wel vertellen dat op het moment dat je Anatoly Unitsky op een foto ziet met functionarissen, officiële functionarissen van de regering, dan kun je er al van uitgaan dat er heel vergevorderde onderhandelingen gaande zijn. Nou, ik heb in het begin van, of halfwege van mijn presentatie, ook een foto gedeeld over Rwanda. Voor de oplettende kijkers onder ons hebben dus ook kunnen zien dat je Anatoly Unitsky uitleg zag geven aan de verantwoordelijke voor Rwanda, Emmanuel Hategega en een andere persoon. En we zien hem hier nu weer. We zien hem zitten samen met Oleg Seretsky en een vertegenwoordiger van de regering van het emiraat Abu Dhabi. Dus ik zal jullie ook hier weer updates over geven zodra die beschikbaar worden gesteld. Maar al met al zie je dat er goede ontwikkelingen nu gaande zijn. Mocht je meer informatie willen weten, willen terugvinden, dan verwijs ik je naar een van de kanalen. Nou, het bovenste kanaal is waar we ons persoonlijk account kunnen vinden, www.skyway.capital. Dan krijgen we het officiële site van de Group of Companies. Dat is www.unitsky.com. En dan krijgen we de persoonlijke site van Anatoly Unitsky, dat is www.unitsky.engineer. En we sluiten af met de Facebookgroep die ik dagelijks voorzie van nieuwe informatie. Ik doe dat ook met de Skypegroep, maar dat is eigenlijk waar ik alle informatie deel die vrij wordt gegeven. Wij delen enkel officiële informatie die vrij wordt gegeven. Ik weet dat er in de wandelgangen informatie wordt vrijgegeven die niet klopt. Dus ik kan jullie enkel op het hart benadrukken dat volg enkel de berichten die, niet zozeer die ik deel, maar volg de berichten die worden vrijgegeven door USky Transport, Unitsky String Technologies in de vorm van unitsky.com. En er is ook nog een andere, dat is www.ust.inc. Dus ik herhaal www.ust.inc. En dat is ook een officieel kanaal van Unitsky String Technologies. Dat zijn de officiële kanalen die de mediaberichten vrijgeven. Skyworld Community doet dat ook. Doet het vaak 1 à 2 dagen later. Maar dat is dus ook officieel. Mocht je verhalen horen dat de Emiraten al een traject hebben goedgekeurd, of dat Dubai al een traject hebben goedgekeurd, deze zijn nog niet officieel naar buiten gebracht. Dat zal Anatoly Unitsky ook doen. Dat heeft hij ook enkel in zijn interviews al verschillende keren herhaald. Hij laat eerst de verschillende overheidsorganen dit zelf doen, of de private instanties die een traject hebben aangekondigd. En dan zal hij dat doen. Mocht je in de wandelgangen dus een verhaal horen dat over een traject in Dubai, dat zou kunnen. Nog niet officieel bekendgemaakt, dus dat kun je ook eigenlijk heel simpel langs je heen parkeren. Ik benadruk nogmaals,
volg enkel de officiële informatie. Want anders krijg je apenverhalen, verhalen die niet kloppen. En dan krijg je ook weer situaties die we in het verleden hebben gehad. Dat mensen negatief raken, dat ze de rode lijn niet meer zien. En het enige wat ik wil is door middel van deze webinar samen met mijn collega Nettie Sommers, jullie die rode lijn wel meegeven. Nou, mocht je vragen hebben over problemen in je account, dan kun je Nettie Sommers of mij contacteren. Dat is geen enkel probleem. Mocht je vragen hebben over, ik zit al sinds 2016 bij het project, maar ik ben de informatie een beetje kwijtgeraakt. Die vragen gaan we niet meer beantwoorden. Het kost ons heel veel tijd. We willen heel veel mensen zo goed mogelijk helpen. En we willen eigenlijk zo laagdrempelig zijn. Dus deze webinars zijn gratis om bij te wonen. Offline presentaties zijn ook gratis om bij te wonen. Probeer jezelf de ruimte te gunnen om één keer in de maand een webinar bij te wonen. Dan ben je weer helemaal up-to-date. We praten jullie gratis en voor niks wat dat betreft bij. En ja, heb je vragen of problemen in je persoonlijke account, dan kun je ons natuurlijk altijd benadrukken. Of problemen met betalingen, dan kun je ons altijd contacten. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie dan op deze zomerse warme dag ook hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Dan wil ik nog even kort vermelden dat Nettie Sommers en ik aanstaande maandag afreizen naar Istanbul, Turkije, naar een bijeenkomst van SkyWorld Community. Wij zullen daar met het bestuur van SkyWorld Community gaan praten. We hebben een aantal vragen, die zullen we ook met hun gaan delen. De uitkomst van die vragen zullen we niet gaan delen in de webinars, dus zeg ik bij deze. Die zullen we niet delen in de webinars, maar die zullen we als eerste delen op offline meetings, omdat we dat gewoon belangrijk vinden. Maar dat er nieuws mee terug gaat komen is eigenlijk zo goed als zeker. En dat zullen we met jullie ook gaan delen. We houden jullie op de hoogte. Maar ja, mochten jullie ons minder goed kunnen bereiken, dan is dit de reden dat we dus minder goed bereikbaar zijn. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie aandacht en ik wens jullie nog een fijne avond.